God, hè? Ja. En de geest, mm-hmm. De intelligentie, dat is allemaal hetzelfde. En dat je helemaal stil bent, dat ook het lichaam niet meer door je praat. Ja. Nou, dat kan dus heel goed, ook in het geloof in Jezus Christus. Dan wil ik met jou eens een keertje mediteren en dan wil ik zien of jouw lichaam nog praten kan. Mm-hmm. Terwijl jij dus stil moet zitten. Mm. Nee, want kijk, een hele hoop gebeurt er niet meer dat mensen naar God toe kan gaan. Ja. En dat hij je zwakte tegemoet wil komen. Ja. Want Jezus Christus is dus, die heeft alles overwonnen. Ja. En die kan ons dus door zijn bloed, kan die inderdaad ons die genade geven. Nou, wij zeggen dus, die zwakte in je, die kun je dus overwinnen, daardoor dat je dit stilzet. Ja, maar ik denk toch dat de mens gebonden is aan bepaalde regels. Ik denk toch, als, zeker in de maatschappij waarin je dus als mensen naast elkaar leeft, dan moeten er gewoon bepaalde regels zijn, anders zou het dus een grote slagpartij worden. Dan zou iedereen op zijn recht gaan staan. En ja, iedereen zou... Juist, kijk, op het moment dat je dus stil kan zijn, dan is er maar één regel waar je aan de oog te houden. Dat is dat je luistert naar wat je vertelt. Naar de innerlijke stem. Maar wie, wat is dan de innerlijke stem? Kijk, de innerlijke stem die komt eerst tot je wanneer je stil kunt zijn. Mm-hmm. Maar als ik al een innerlijke stem heb die mij rust en vrede geeft... Ja, maar, maar je hebt het nou net over regels. Ja. Kijk, die regels zijn niet nodig. Nou, dat geloof ik wel. Nee, die zijn niet nodig, want hier op dit dorp hebben we geen regels. We hebben nooit ruzie met elkaar, omdat we mediteren. Maar wij op de Burcht hebben wel eens ruzie met elkaar. Maar we kunnen dan toch naar elkaar toe gaan en elkaar vergeven in Jezus Christus, waardoor we weer vrede krijgen. Ja. Wanneer maar, de kerk meer moeite zou doen voor de vrede, maar omdat de kerk dat niet doet, laat ik de kerk maar gaan, want dan niets aan hebben. Snap je? Ik hoorde net over de innerlijke vrede en de innerlijke stem iets, sorry dat ik erin meng hoor, maar is die innerlijke stem, kun je die dan stellen van, als je dus helemaal mediteert, je denkt dus... Helemaal wat er terugkomt, wat je helemaal gaat openstaan, gaat ontvangen. Is dat niet het mediteren? Nee, dan ben je bezig. Ga je openstaan voor God, moet ik dat zo zien? Of voor wat dan? Je moet dus leren om, dat is eerst eens, kijk, je denken is een werktuig, zo moet je het zien. Hè? Net je handen, je ogen, je voeten. Hè? Nou, alle werktuigen hebben elkaar gemeen. Dat dus het werktuig moet in goede conditie zijn. Dan moet je geleerd hebben om het werktuig te gebruiken. Kijk, zolang dat blijft doorraten, dan kun je nog net zoveel vertellen en herhalen wat je gelezen hebt gehoord en wat jij nog bijvoorbeeld vertelt. Dan klopt dat, dan is dat geen echtheid. Dan is dat niet echt. Maar op het moment dat je stil kan zijn. Dat de stilte volledig in je is. Maar dat kunnen wij ook. En dan luisteren naar de stem van God. Moet je luisteren. Ik geef al 20 jaar les in meditatie. Ja. Ik heb al honderden mensen meegemaakt zoals jij. Ja. Ik heb ze getest. Ik heb er nog geen één gevonden die echt stil kan zijn. Nog geen één. Jij zou de eerste zijn. Dat zou best kunnen. Want maar waarom moet ik stil zijn? Nou, snap je op dat niet? Op wat voor manier moet ik stil zijn? Kijk, ik kan stil zijn. Je moet op een manier stil zijn dat je bijvoorbeeld het je voorneemt. Je zit in de autobus. Ja. Je zit in de wachtkamer. Ja. Je wordt 's morgens wakker. Ja. En je bent even stil. Nou, dat kan ik. Ja. Dat zou ik fantastisch vinden, want weet je, dat vind ik hoopvol. Je hebt geest van filosofie, hè? Blijven denken, malen. Ja. En dat is het tegenhanger daarvan, dacht ik. Is dat niet zo? Dat is vuil, inderdaad. Ja. Nou, wanneer dat kunt. Maar ik kan, mag ik een voorbeeld geven misschien? Ja. Ik kan dus de natuur inlopen. Ja. En dan kan ik onder de indruk komen van de rust. En van de vrede die er in de natuur is, dan hoor ik dus de vogels fluiten en ik zie alles leven. Ja. En dan op hetzelfde moment, dan kan ik God danken voor die dat alles zo geschapen heeft en gegeven heeft. Ja, ik ook. Dat is, kijk. Dan komt er rust en vrede in mij. Dat is al heel mooi. Ja. Maar kijk, nou gaat het erom dat je zonder bijzondere omstandigheden dat graag doen.
gaat het makkelijk. Heel vervelende dingen moeten leren, moeten doen. Ja. En dan gaat mijn gedachte gaan uit naar Jezus, ja, die voor mijn zonde geleden heeft, ja, die ook die hele kruisweg gevolgd heeft, ja, en die dingen heeft moeten doen, ja, buiten zijn wil om, ja, maar die de wil van God voorop stelde. En als ik dan denk aan het lijden van Jezus, ja, dan kan ik dat kleine, piepkleine stukje lijden wat ik maar hoef te doen, dat kan ik dan volbrengen. Ja, maar dat is in zijn kracht. En dat is niet in, ja, eigen kracht. Maar het is hetzelfde als zij. Hè? Mm-hmm. En weet je, hè? No. Nou, zie je, kijk, weet je, omdat je bang bent, dat ik dan ontdek, ja, dat je nog niet stil kunt zijn. Nee, omdat ik overtuigd ben van de enige waarachter te vreden. Nee, maar wanneer je nou aanvaardt, niet meer, dat ik dus hetzelfde als jij. Ik ben dus ook, zeg maar, met Jezus Christus bezig. U beleidt Jezus Christus als Heer. Ja, maar God, wat zijn dat voor woorden, man? Maar ik beleid niet meer, wat ik beleid is niet meer dat ik zie dat overal liefde is. Jullie praten de Heer Jezus Christus niet, maar wanneer ik dus over een Heer praat, dan zeg ik, dit is een meneer. En jij bent een meneer. Mm-hmm. Nou. Mm-hmm. Nee? En dat zijn geen heren, dat zijn geestelijke vormen, zeg maar. Mm-hmm. Nou, voor mij is dus maar één echte geestelijke vorm mogelijk, en dat is de Heilige Geest. Nou kijk, dat is maar één punt dus, dat wij naar elkaar toe kunnen komen. Mm-hmm. Zeg, dat ik een stap naar jou toe neem, nee? En jij een stap naar mij toe. Ja, hij staat in de Bijbel. Dat is weer zo'n boek. Ja, nee, dat is Gods woord. Dat is belangrijk, dat is niet zomaar een boek. Nou, maar ik kan ook Gods woord verkondigen zonder die Bijbel te lezen. En ik kan je dit zeggen. Dus ik denk dat de mens in een situatie gebracht kan worden, waardoor hij zich moet verdedigen. Ja. Maar daarvoor is dan, we moeten hebben een goede politie nodig. Want hij doet het geen eens. De oorlog begint daar waar je oorlog voert in je hoofd. Mm-hmm. Nee? Daar begint de oorlog. Wij staan helemaal neutraal tegenover een mohammedaan. Voor mij is een mohammedaan kan even goed en even slecht zijn als een christen. Mm-hmm. Ik zie niet iets dat het christendom echt beter. Mm-hmm. Maar zeg maar, wat wij doen is dat wij beschouwen onszelf als de olie die nodig is voor het uurwerk. Zeg, wanneer nou die Bruno dat wil weten? Nou, laat hij dat nou weten. Maar dat ben ik niet met u eens. Ik denk dus zo van dat ieder mens kwaad doet. Ieder mens is van zichzelf zondig. Zonder meer. Dat is een grote vergissing. Nee. Een baby? Is die, huh? Een baby is die... Ieder mens is in zonde geboren, dus ook... Dat verhaal ken ik. Ja. Ja, dat is treurig. Dat is treurig dat nu nog in deze eeuw door intelligente mensen beweerd wordt. Maar mensen die mediteren vertellen ook precies hetzelfde als u. Dus dat zou ik ook kunnen zeggen, dat is door precies hetzelfde met geloof. Ja. Dat iedereen kan de weg gewezen worden en die dus de weg hoort, die moet het zelf voor gaan kiezen en die moet het zelf gaan toetsen. Ja. Dus dat is in wezen geen verschil. Ja. En wanneer dat hert gepakt wordt, op het moment dat die tijger dat pakt, dan krijgt dat, dan is er een soort bescherming voor dat hert. Dan gaat er een shock komen, waardoor dat hert niet meer denkt, geen pijn meer voelt. Nee? Dat is een van de ervaringen uit de meditatie. Alleen maar is het denken van pijn. En dat wil dus zeggen dat twee personen, twee Jezus Christussen, die waren die aan het kruis hangen. Is het maar eens. Ja, nou goed, maar ik noem maar als voorbeeld dat er twee hangen. Nee, maar dan waren er toch een paar misdadigers die ook bij hangen. Dat de ene meer lijdt dan de ander.